Als je overdag heel gestrest bent, is het zo dat het lijf eigenlijk gaat reageren alsof dat er dreiging of gevaar is. Je wordt wakker en je denkt, oké, ik moet iets gaan doen. Hey you, dit zijn jouw 5 vragen over slaap. En ik ben Marijn van der Laar, slaapwetenschapper en ik ben verbonden aan de Universiteit Maastricht. En ik ga dus vandaag antwoorden geven op jullie vragen. 5. Waarom slaapt de een zodra ze het kussen raken en heeft de ander tijd nodig om in slaap te komen? Die vraag is gesteld door BLSCHR. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Ja, zoals bij alle dingen rondom slaap zit er heel veel variatie in hoe mensen slapen. De ene persoon valt binnen 10 minuten in slaap, de ander binnen een half uur. Datzelfde geldt voor hoe lang mensen slapen. Sommige mensen hebben 6 uur nodig, andere 8 uur. Wat we wel weten, dat is als je meteen in slaap valt, dat dat niet altijd een goed teken is. Want als je namelijk binnen 5 minuten in slaap valt, kan het zijn dat je jezelf bijvoorbeeld te weinig slaap gegund hebt of dat er misschien een onderliggende slaapstoornis is. Dus meteen in slaap vallen binnen 5 minuten, daar wordt vaak heel veel waarde aan gehecht, maar dat is niet altijd een positief teken. En als je s'avonds in bed ligt en het lukt niet om in slaap te vatten en je bent echt 20 minuutjes bezig om in slaap te vallen, dat is eigenlijk nog heel erg normaal. Half uurtje ook nog wel, gaat het echt langer duren, raak je gestrest, ga dan even uit bed en doe even iets wat je ontspant en ga pas weer terug als je slaperig bent. En als je nou echt niet in slaap kan komen, zijn er dan nog trucjes om in slaap te vallen? Ja, we zien natuurlijk heel veel dingen op social media rond een bepaalde ademhalingstechniek, de military techniek, ik weet niet wat ik allemaal al voorbij heb zien komen. En de meeste van die dingen, daar is eigenlijk weinig wetenschappelijk bewijs voor dat het werkt. Ga niet te veel gekke dingen doen om in slaap te komen. Ik zie soms echt mensen die halen van alles uit om maar heel snel in slaap te vallen. En slaap is ook een beetje loslaten. Next question. 4. Verschilt de hoeveelheid slaap die je nodig hebt voor mannen en vrouwen? En die vraag komt van Ja Julia. Het is zo dat slaap bij mannen en vrouwen helemaal niet zo heel erg verschillend is. Wat we zien is dat vrouwen tot hun 65e gemiddeld 12 minuten meer slapen dan mannen. Maar na hun 65e slapen ze gemiddeld 24 minuten korter. Er zijn verder ook geen aanwijzingen dat vrouwen echt veel meer slaap nodig hebben dan mannen. Dus het is een beetje een broodje aap. Het is wel zo, als we gaan kijken naar de kwaliteit van de slaap, dat vrouwen vaak een wat slechtere slaap hebben dan mannen. Ze geven aan dat ze veel meer last hebben van slapeloosheid. En die verhouding is ongeveer 2:1. 3. Waarom kan ik door de week moeilijk in slaap komen, maar ben ik in het weekend al moe om 10 uur? Van Macy Duimpie. Het is zo, op het moment dat je door de week druk bent en je bent met je werk bezig, dan kan het zijn dat je stressniveau sowieso wat hoger ligt. Dat zorgt ervoor dat je lijf wat actiever wordt, dat je geest wat actiever wordt. En dat kan het signaal geven dat je lijf nog niet meteen wil gaan slapen. Dus op het moment dat jij druk bezig bent en je hebt er ook nog een beetje stress bij, dan kan het zomaar langer duren voordat je in slaap valt. Dan ga je het weekend in, dan ga je lekker iets doen wat ontspant, wat je lekker relaxt. Ja, en dan kan het zomaar zijn dat die vermoeidheid 's avonds over je heen valt en dat je ook vrij snel in slaap gaat vallen. 2. Kun je te veel of te lang slapen? Van Heden Langbroek. Nou Heden, het is inderdaad zo dat je te lang kan slapen. Jij hebt verschillende slaapfases. De slaap bestaat uit de lichte slaap, de sluimerslaap, de diepe slaap en de remslaap. En die hebben ook allemaal een eigen functie. De diepe slaap is heel erg belangrijk voor het lichamelijk herstel. Dus dan moet je denken aan spiergroei, aan weefselherstel. Het brein wordt schoongespoeld. Je afweersysteem wordt geboost. Dus je diepe slaap is enorm belangrijk. Die vindt vooral tijdens de eerste 4,5 tot 5 uur van de slaap plaats. En die remslaap, die is vooral weer heel erg belangrijk voor je mentale gezondheid. Het verwerken van emoties en het verwerken van prikkels van overdag. En die remslaap staat voor rapid eye movement, dus hele snelle oogbewegingen. En daarin kunnen we ook vaak onze dromen het beste herinneren. Dan heb je ook nog je lichte slaap. En die lichte slaap die is vooral bedoeld om lekker tot rust te komen. Maar wat ook blijkt is dat de sluimerslaap en de lichte slaap soms voor een verhoogde creativiteit kunnen zorgen. Als je te veel slaapt, dan zie je dat je aan het einde van de nacht heel veel remslaap gaat krijgen. En tussendoor wat lichte slaap, maar ook vaak wakker worden. Dat noemen we ook wel gefragmenteerde slaap. En dat zorgt ervoor dat je minder fit wakker kan worden. Dus zeker, je kunt te lang op bed gaan liggen, te lang slapen. Ja, en daardoor ga je dat overdag misschien wel negatief merken. En hoeveel slaap is dan te veel slaap? Ja, te veel slaap, dat verschilt per persoon. Dus de ene persoon heeft 6 uur slaap nodig, de andere heeft 8 uur slaap nodig. Er zijn zelfs ook kortslapers die nog minder dan 6 uur nodig hebben en langslapers die meer dan 8 uur nodig hebben. Hoe kom je erachter wat je eigen behoefte is? Nou, als je kijkt naar de tweede week van je vakantie in eigen land, dus niet over tijdzones gaan vliegen, dan zie je dat je vaak rond een bepaalde tijd slaperig wordt en dat je rond een bepaalde tijd uit jezelf wakker wordt. Dan weet je een beetje, punt 1, of je een ochtend- of een avondmens bent, maar ook hoeveel slaap je nodig hebt. 1. Hoe komt het dat sommige mensen eigenlijk altijd ergens tussen 2 en 4 uur 's nachts wakker worden en dan echt klaar wakker met een brein dat aanstaat en het ongelooflijk moeilijk is om weer in slaap te vallen?
En hoe erg is het eigenlijk als dit langdurig zo gebeurt? En die vraag komt van Martine. Het is zo dat heel veel mensen rond die tijd wakker worden. En de reden daarvoor is dat als jij 4,5 tot 5 uur geslapen hebt, dan heb je vaak je meeste diepe slaapfases gehad. Het is eigenlijk een heel logisch moment om na die periode eventjes wakker te worden. Dat hebben de meeste mensen, dus je wordt gemiddeld 2 tot 3 keer per nacht wakker. Hè? Dus dat zien we dat heel gemiddeld en heel normaal is. Alleen sommige mensen liggen dan even wat langer wakker. Nou, op het moment dat dat gebeurt en je ligt gewoon rustig in bed, dan hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. Want wakker liggen op zich hoort vaak ook bij de nacht. Maar wat we wel zien is op het moment dat je gestrest raakt en als je dus in bed ligt en je merkt dat je hartslag omhoog gaat, dat je je minder relaxed gaat voelen, ja, dan kan het inderdaad wel vervelend zijn om dan heel lang wakker te liggen. Voor mij is het vaak een teken als mensen rond die periode wakker worden en meteen aanstaan, dat het vaak ook te maken heeft met stress en moeite om overdag te kunnen ontspannen. Het is namelijk zo dat op het moment dat jij de natuurlijke fase hebt om even wakker te worden, het normaal gesproken zo is dat de slaperigheid je weer naar beneden duwt, weer terug naar die slaap. Maar als je overdag heel gestrest bent, dan is het zo dat het lijf eigenlijk gaat reageren alsof dat er dreiging of gevaar is. En wat er dan gebeurt is, je wordt wakker en je denkt, oké, ik moet iets gaan doen. Dus je gaat om je heen kijken, je wordt onrustig. Dus voor mij is rond die tijd wakker worden vaak een teken dat je overdag ook echt naar je stressniveau moet kijken en beter moet leren ontspannen overdag. Op het moment dat je ouder wordt, dan is het heel normaal dat je nog vaker wakker wordt en ook dat je misschien wat langer wakker ligt. Ja, dat heeft vooral te maken met veroudering van het slaapsysteem. Wat we ook zien is als je overdag minder beweegt, dus minder actief bent, wat ouderen vaak zijn, dan zie je vaak ook dat die slaapdruk, de druk om te moeten slapen, die wordt wat lager. En dat zorgt ervoor dat je 's nachts minder goed gaat doorslapen. Dus bij oudere mensen is het tussendoor wakker worden en wat langer wakker liggen vaak heel erg normaal. Nou, dank jullie wel voor het insturen van jullie vragen over slaap. En binnenkort gaat de Universiteit van Nederland een aflevering maken over leren. Dus heb je vragen over leren? Stuur ze in via Instagram, de comments of de mail. En dan leer je er alles over.